De Antwerpse Zoo heeft grootse plannen. De zoo wordt 1,5 hectare groter, er komt een nieuw restaurant, een groot savannegebied wordt ontwikkeld en de grandeur van Weleer wordt hersteld. De uitbreiding speelt zich grotendeels af aan de kant van de Omgangstraat, de Provinciestraat en de Ploegstraat. Dat is de achtertuin van Borgerhout en heel wat ongeruste Borgerhoutse buurtbewoners hebben ons hierover de afgelopen weken dan ook aangesproken. De buurtbewoners zijn nogthans verontrust door de metershoge blinde muur die rond de zoo wordt opgetrokken. Het kleine beetje openheid dat de zoo een paar jaar geleden creëerde met openingen in de huidige muur, wordt op die manier volledig teniet gedaan. Buurtbewoners zijn erg bezorgd over de veiligheid en leefbaarheid van de buurt als gevolg van de bouwplannen van de zoo. De buurt krijgt volgens de huidige plannen het zicht op een blinde muur en de last van het vrachtverkeer dat via een dienstingang de zoo moet bevoorraden. De buurt aan de achterkant van de zoo dreigt nog meer dan het nu al is een achterbuurt te worden. De open beleving die de zoo in haar nieuwe plannen creëert binnen de muren wordt jammer genoeg niet doorgetrokken naar de omliggende buurt, die nogthans integraal mee deel uitmaakt van de zoo-wijk. Het lijkt ons dan ook aangewezen om de bestaande plannen opnieuw tegen het licht te houden en samen met bewoners te bekijken welke ingrepen een link mogelijk maken tussen de zoo en de buurt. Zo zou er bijvoorbeeld kunnen worden nagedacht over een dubbel gebruik van het geplande restaurant, dat na sluitingstijd van de dierentuin bijvoorbeeld toegankelijk zou kunnen worden gemaakt vanuit de Omgangstraat. En het invoeren van een tweede ingang die uitsluitend kan worden gebruikt door houders van een abonnement. Behalve het integreren van dergelijke functies die een passage in de betrokken straat genereren, dient ook het ontwerp van de scheidingsmuur zelf te worden herbekeken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan lagere muren, doorkijkmogelijkheden die niet enkel een blik in op de zoo werpen, maar waardoor ook de buurt vanuit de zoo zichtbaar wordt, etc. Ik zal daarom aan het districtscollege willen vragen of zij hieromtrent acties zullen ondernemen. Deze zou kunnen bestaan uit ten eerste een schrijven aan de directie van de zoo, om erop aan te dringen om de huidige bouwaanvraag in te trekken en de plannen aan te passen in overleg met de buurtbewoners, en zo samen te komen tot een zoo-wijk waarin zoo en buurt niet naast elkaar bestaan, maar één geheel vormen. Ten tweede, een schrijven aan het stadscollege met de vragen ten eerste de dialoog tussen de zoo en de buurtbewoners te ondersteunen door conform het bestuursakkoord van de stad een participatietraject op te zetten met de buurtbewoners om inspraak van de buurt te garanderen voor het toch wel grote stadsontwikkelingsproject. En B, een bouwvergunning onder voorwaarden af te leveren waarin de goed onderbouwde bezwaarschriften en de aanbevelingen van de bewonersgroep als leidraad dienen. Het college. Ik sluit me volledig aan bij de bezorgdheid van raadslid Roland. Een blinde muur van 10 meter komt de leefbaarheid van een buurt niet ten goede. Hoewel deze muur niet op het grondgebied van het district Borgerhout zal worden opgetrokken, ben ik van mening dat dit project een directe impact heeft op de woon- en leefkwaliteit van een grote groep Borgerhoutenaars die in de zoo-wijk wonen. Ik stel daarom voor dat het districtscollege zich morgen beraadt over mogelijke acties. Wij zullen ons hierbij graag baseren op de suggesties die vanavond door raadslid Roland werden geformuleerd.